In samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer heeft op zondag 10 mei de grote kunstmanifestatie Ruhezeit Abgelaufen op het Kunstfort in Vijfhuizen plaatsgevonden. Aanleiding is de onthulling van een groot kunstwerk dat is gemaakt door kunstenaar Hans van Houwelingen, Sluipweg waarlangs de dood heeft weten te ontsnappen. Sluipweg waarlangs de dood heeft weten te ontsnappen. Je kunt deze weg eigenlijk op vele manieren beschouwen. Allereerst natuurlijk als een fantastische route langs de dood en door het leven. En je ziet al, als mensen daar langs lopen, en ik gebruik expres het woord langs, dat ze niet precies weten of ze nou op de stenen moeten lopen of daarnaast. En sommigen pietijdsvol lopen ernaast. Anderen daarentegen, die zich heer en meester van leven en dood wanen, die lopen daar met ferme pas overheen. En die denken, mij zal niks gebeuren. Maar we weten allemaal, heden ik, morgen gij. Lex ter Braak, directeur van het Fonds voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouw, en Hans van Houwelingen vertellen over de gedachten achter de sluipweg. En ook het buitengewoon ontroerende werk hier, dat de inzet van heel veel mensen verlangt en dat hij ook gekregen heeft. En wat in principe, denk ik, een heel lastig werk is als je bij iemand thuis komt en vraagt of hij zijn grafsteen af wil staan voor een wandelpad langs een fort. Dan denk ik dat de meeste mensen de deur meteen dicht zullen gooien en denken er is een gek langsgekomen. En het feit dat hij niet alleen die mensen zover heeft gekregen, maar het ook een vorm heeft weten te geven die zo mooi is en voor iedereen toegankelijk, ja, dat maakt hem tot een groot kunstenaar. Onder de bezoekers bevonden zich ook donateurs van de grafstenen. De vraag is natuurlijk, waarom doe je hier aan mee? Ik heb de steen geschonken van mijn broer die destijds verongelukt is. En die steen die heb ik dan gekregen dat het graf geruimd werd. En achteraf staat die steen maar te staan in de schuur en doe je er niks mee. En toen ik hiervan hoorde van deze sluiproute, vond ik dat een hele mooie oplossing. Zodat die steen hier kan komen liggen. Dus die stenen die de dood een dode representeren, die representeren ook de dood op zich. Dus als een wat abstractere begrip. En samen als die stenen een pad vormen, krijgt die dood een plek. Dus het gaat dus niet meer zozeer om die doden zelf die daar qua naam ooit herinnerd zijn. Maar het gaat vooral om dat zij samen een monument voor de dood maken. Toen ik aan dit project begon had ik het vermoeden dat het moment waarop de dood ophoudt te bestaan, dus het moment waarop je als dode je graf uit moet, wel eens een heel belangrijk moment voor nabestaanden zouden kunnen zijn. En dat vermoeden is ook wel bevestigd. Dat betekent dat we toch regelmatig aan hem denken, dat hij zeg maar eigenlijk nog een functie heeft op dit pad. Ja, met 20 jaar. Ja. Dat was destijds een hele trieste herinnering. Maar dat het graf nog bestond, wonen wij allemaal niet meer waar wij vandaan kwamen. En dan wordt het bijna verwaarloosd, zeg maar. En op deze manier heeft het toch zijn functie. Ja, ik ga hier zeker terugkomen, want los van de plek van de steen vind ik het heel mooi stukje van de Haarlemmermeer. Naast de sluipweg en het prachtige weer was er nog meer te beleven. Zoals uitvoeringen door onder andere zanger Luc Devens, beter bekend als Rockfor, en de dichter Koos Dalstra. Al met al was het een zeer geslaagde dag. Een klagend schaap blaat nog een keer. De opmaat voor de drummer. In tongen van de wind ademen de longen van het zondagskind.